Nee, zoals ik net al vertelde, ik wil dus vier dingen doen. Is eerst die verschillende probleemanalyses bediscussiëren. Dan iets vertellen over de verschillende scenario's die worden bepleit. En die dan ook te maken hebben natuurlijk met de digitale euro. Dan een eigen voorspelling of voorkeur. Daarover kunnen natuurlijk van gedachten wisselen daarna. En daarna een aantal designkeuzes en voorwaarden voor de digitale euro bespreken. En dus de vraag naar welk probleem willen we nu eigenlijk oplossen met die digitale euro? Of überhaupt in dit debat over het monetair financieel systeem? En in mijn eigen onderzoek ben ik begonnen met het probleem van financiële systeemcrisis. Dat was ook het moment dat ik zelf over deze thematiek begon na te denken. En waarom is er nou een probleem wat moet worden opgelost? Als je naar de literatuur kijkt, dan zijn er denk ik 3 of 4 gevolgen die vaak worden bediscussieerd. De eerste zijn natuurlijk die directe fiscale kosten. Gewoon het geld wat wordt gebruikt om banken te redden. Een tweede die vaak wordt genoemd zijn de indirecte fiscale kosten. Dan kun je denken aan kosten omdat er een hogere werkloosheid is, dat we meer uitkering moeten betalen. Of dat er een lager bruto binnenlands product is, waardoor er minder belastingopbrengsten zijn. Dat heeft dus indirecte gevolgen op het verdienvermogen van de overheid en op de inkomsten van ons allemaal. Een derde die vaak genoemd wordt is het verlies van legitimiteit en vertrouwen. En dan gaat het enerzijds om de legitimiteit van de instituten, dus van centrale banken en politici en andere toezichthouders in dit geval. En anderzijds van vertrouwen in het systeem, maar ook vertrouwen in de principes die onder het systeem liggen. En ik denk één belangrijk principe waarin ik in ieder geval het vertrouwen heb verloren na de financiële crisis. In een markteconomie zou de risico en beloning eigenlijk op een lijn moeten liggen. En als dat niet blijkt het geval te zijn in sommige sectoren, dan daalt het vertrouwen dat dit principe ook in andere sectoren zou werken. En in mijn proefschrift beschrijf ik eigenlijk een derde die in mijn ogen eigenlijk een tweede systeemprobleem is. Als we nou kijken naar de geschiedenis van de financiële systeemcrisis, dan zien we eigenlijk dat sinds het bankaire systeem bestaat deze crisis altijd voorkomen. En dat om die te voorkomen hebben politici allerlei vangnetten geïmplementeerd. En de centrale bank is een belangrijk vangnet. Dus in het geval van een crisis kunnen commerciële banken bij de centrale bank terecht voor extra centrale bankreserves. Die kunnen ze lenen. Dus in het geval van problemen bij commerciële banken kunnen zij bij de centrale bank terecht. En een andere die heel bekend is het depositogarantstelsel. En elke keer bij een crisis zien we eigenlijk dat die vangnetten worden uitgebreid. Dus tijdens de afgelopen crisis werd tijdelijk gezegd het depositogarantstelsel uitgebreid van 40.000 naar 100.000 euro. Maar dat is zo gebleven. En er zijn nog van allerlei wat kleinere beschermingen voor die banken, maar dit zijn de twee belangrijkste. En aan de ene kant zie je dus die beschermingen, maar we weten best dat die beschermingen, wat in de economische wetenschap, morele risico's, die veroorzaken morele risico's. Dus banken weten dat ze zijn beschermd, daar gaan ze meer risico's nemen. En om die risico's te beperken hebben overheden allerlei regulaties of regulering geïmplementeerd, allerlei wetten waaraan banken moeten voldoen. En je ziet dus eigenlijk een voortdurende uitbreiding aan de ene kant van die vangnetten, van die beschermingen voor banken, en anderzijds aan die beperkingen. En ik stel uit dat dat een tweede systeemprobleem is. En dit artikel in het FD van, ik geloof, 2 jaar geleden is eigenlijk heel typerend. Centrale banken, economie in gevaar, de chronisch lage winsten banken. Dus binnen het huidige stelsel, of het huidige stelsel, is eigenlijk afhankelijk van de winstgevendheid van commerciële banken. Dus als die winstgevendheid in gevaar komt, dan zijn centrale banken geneigd te interveneren. Dan gaan ze iets doen om die bank niet failliet te laten gaan. En je ziet dat er eigenlijk dus dat publiek en privaat eigenlijk op het systeemniveau heel erg vermengd is. En als je dan kijkt naar die dynamiek van beschermen en beperken, waarom zou je die nou moeten oplossen? Het heeft een aantal gevolgen, denk ik. En de eerste is dat je een heel erg geconcentreerde marktstructuur krijgt. Dat heeft natuurlijk te maken met hoge toetredingsbarrières. Dus in Nederland hebben we 3 grote banken. Het is heel moeilijk om een nieuwe bank te beginnen. Want je hebt al heel veel geld nodig om het te doen. Maar je hebt ook heel veel kennis van de regelgeving nodig. Je hebt hele grote compliance afdelingen nodig. Dus niet zo makkelijk om daartussen te komen. Dus de bestaande spelers worden eigenlijk beschermd. Nieuwe spelers komen er eigenlijk moeilijk tussen. En dat is eigenlijk heel slecht voor concurrentie en uiteindelijk ook voor innovatie op systeemniveau. En wat we ook zien sinds de financiële crisis is dat er eigenlijk een voortdurende toename is van de kosten van regulering. Dus steeds meer geld aan de kant van banken, maar ook aan de kant van toezichthouders gaat naar regulering. En op systeemniveau kun je eigenlijk zeggen dat er steeds minder sprake van marktdiscipline.
Maar het zijn steeds meer de toezichthouders die eigenlijk risicomanagement aan het doen zijn. Dus risicomanagement wordt steeds publieker en steeds minder marktpartijen zijn eigenlijk bezig met het disciplineren van die banken. En in een markteconomie kun je echt afvragen of dit dus een gewenste ontwikkeling is. En voor mijn proefstuk heb ik dus 29 experts geïnterviewd over deze twee problemen. Maar in die interviews werden eigenlijk een hele hoop andere problemen ook ter discussie gesteld. Of werden aangedragen. En net in de inleiding werden er ook al een aantal genoemd. Dus sommigen zeggen, nou wat eigenlijk het probleem van het huidige stelsel is, dat het bijdraagt of dat het leidt tot onduurzame ontwikkeling. En dat kan gaan over het klimaat, maar dat kan ook gaan over andere ecologische problemen. Dus die benadrukt heel erg de ecologische kant, of de ecologische problemen van het huidige stelsel. Anderen zeggen, nou ja, die ongelijkheid of die financiële exclusie, dus niet iedereen heeft toegang wereldwijd tot het bankaire systeem, dat is eigenlijk een heel groot probleem, dat is eigenlijk het probleem van het huidige stelsel. Anderen, die noemde Jasper eigenlijk vrij goed, is, nou ja, wat we zien is dat er heel veel bubbels zijn. Nou, hoe komt dat? Enerzijds door beleid van centrale banken, maar anderzijds ook door een toename van zogeheten onproductieve leningen van banken. Dus sinds 1980 zien we dat steeds meer leningen van banken niet gaan naar nieuwe economische activiteiten, naar nieuwe bedrijvigheid, naar bedrijven in de reële economie, maar steeds meer leningen gaan naar de onproductieve sector, dus bedrijven die actief zijn in de financiële markten, dus hedge funds die lenen bij banken. En we zien ook meer leningen voor bestaand vastgoed. Dus simpelweg hetzelfde huis waarvoor een hogere hypotheek wordt afgesloten. Sommige economen zeggen, nou ja, dit is het probleem. In Nederland wordt het bijvoorbeeld verkondigd door Dirk Bezemer. Andere mensen, die zitten vooral in de cryptohoek, die zeggen, nou ja, wat het probleem is, dat er eigenlijk een monopolie van één soort geld is. Dus dat we enkel de euro hebben en dat er geen concurrentie wordt toegelaten. Dat is eigenlijk een hele andere probleemdefinitie. En er zijn ook economen die zeggen, nou, er is eigenlijk geen systeemprobleem, of die zeggen, er is geen systematisch probleem. Al die systemen die je hier noemt, die hierboven staan, die kunnen eigenlijk binnen het huidige stelsel worden opgelost. En dus omdat er zo verschillend over het probleem wordt gedacht, krijg je natuurlijk ook dat economen, andere denken, centrale bankiers, verschillende systeeminterventies voorstellen. Dus dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden. En in mijn proefstuk, dus ik zat al die gesprekken te analyseren, en uiteindelijk, nou, ik kon er eigenlijk 7 scenario's uithalen wat experts zeggen wat er zou moeten gebeuren de komende 5 tot 15 jaar. Sommigen zeggen dus, eigenlijk moeten we gewoon doorgaan op het bestaande pad. Er gaan wel dingen fout, maar dat is eigenlijk niet zo heel groot om het systeem te veranderen. Er wordt in Nederland onder andere natuurlijk bepleit door Wim Boonstra, de econoom van de Rabobank. Anderen zeggen, en ik denk dat Jens er eigenlijk net een goed voorbeeld van was, en ook bij het Sustainable Finance Lab zit er een aantal, die zeggen, nou wat er eigenlijk nodig is meer leiding of begeleiding door centrale banken. En dan kan er gaan dat centrale banken zich ook moeten gaan bezighouden met bijvoorbeeld het klimaat, of dat ze moeten zorgen dat die leningen van banken productief terechtkomen, zodat ze nog veel meer bezig zijn met wat de commerciële banken aan het doen zijn. Dan zijn er anderen die zeggen, dus, nee, zo'n digitale munt die is eigenlijk nodig, maar alleen als betaalmiddel. En dit is wat de DNB vorig jaar in een rapport zei. We hebben dit wel nodig, maar met een limiet van 3000 euro hebben we zo'n digitale euro nodig. Dan kan het worden gebruikt als betaalmiddel. Een vierde scenario is eigenlijk dat die publieke digitale munt, die zou niet alleen moeten dienen als betaalmiddel, maar ook als opopmiddel. En dit heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport bepleit in 2019. Zij zeggen, nee, als je zo'n variant hebt, zo'n digitale variant, die kan een disciplinerende werking hebben op commerciële banken. En die kan zorgen dat zij zich door zo'n digitale munt anders moeten gaan financieren. Dus niet financieren met ons geld, maar met lange termijn vreemd vermogen, met eigen vermogen. En zij stelde zeggen dat de macro-economisch effect zou kunnen hebben dat zo'n variant als opmiddel ook zou kunnen leiden op systeemniveau tot minder schuld en minder geldcreatie. Dan zijn er een aantal mensen die pleiten voor klassiek full reserve banking. Dat is een voorstel wat in de jaren 30 in de VS is ontwikkeld. In het voorstel wordt monetair en financieel worden gescheiden. Je hebt depositobanken die hun geld volledig dekken met reserves bij de centrale bank. En je hebt banken die leningen verstrekken en die financieren zich met, in ieder geval niet met deposito's die je meteen kunt opvragen, maar die financieren zich met spaardeposito's of met effecten. En op deze manier zou je het monetair systeem en het financiële systeem eigenlijk grotendeels splitsen. En zou de risico en beloning veel beter op één lijn komen te liggen.
Maar er zijn een aantal mensen, en die zitten ook bij ons schild, die zeggen, nee, die centrale bank zijn eigenlijk ouderwetse instituten. En wat zou moeten gebeuren, is dat die centrale banken worden omgevormd tot een pure monetaire autoriteit. En wat is een pure monetaire autoriteit? Een pure monetariteit is een instituut wat geen balans heeft. Dus de essentie van centrale banken is dat ze een balans hebben. En met die balans kunnen ze ook dingen opkopen en verkopen. En een pure monetaire autoriteit die zou slechts een register hebben met namen of rekeningen en daarnaast niet negatieve bedragen. En deze monetaire autoriteit zou dus enkel bezig zijn met de geldhoeveelheid en die zou ander toezicht overlaten aan een instelling als de AFM in Nederland. En een laatste scenario wat wordt bepleit is het afschaffen van centrale banken. Dit wordt ook al free banking genoemd. Dit voorstel is ontwikkeld in de jaren 70 door de econoom Hayek. En zeker een aantal mensen in de crypto community die zeggen, nou ja, die centrale banken hebben we helemaal niet nodig. Wij kunnen zelf verschillende soorten geld implementeren. En laat mensen gewoon vrij om zelf te kiezen welke munt zij willen gebruiken. En al deze scenario's hebben uiteraard voor- en nadelen. En het hangt dus ook een beetje vanaf, ja, welk probleem wil je eigenlijk oplossen? Dat is heel ingewikkeld allemaal, of daar kunnen we daar nog verder over van gedachten wisselen. Misschien hebben jullie nog andere scenario's in jullie hoofd, breng ze alsjeblieft in. Zelf heb ik dus eigenlijk steeds meer de voorkeur voor scenario 6. Dat die centrale banken worden omgevormd tot een pure monetaire autoriteit. En hoe zou zo'n systeem er dan uitzien? Dus ik denk wat we gaan krijgen, dus ook als je gewoon naar kijkt wat digitale technologieën mogelijk maken, is denk dat we inderdaad een digitale euro gaan krijgen, maar dat we ook van allerlei private vormen van liquiditeit zullen hebben. En die zullen met elkaar concurreren. Dus dat kunnen cryptomunten als Bitcoin zijn, of Diem, maar er kunnen ook van allerlei effecten zijn. En dat betekent dus niet dat ING of ABN ophouden te bestaan, maar dat betekent vooral dat zij zich anders gaan financieren. En zij gaan zich financieren dus met effecten. En het verschil met een effect en een bankdeposito is, of onze bankrekening, is dat het een andere vorm van liquiditeit. Aandelen en obligaties die worden op markten verhandeld. Die bieden marktliquiditeit. En bankdeposities die bieden contractuele liquiditeit. En juist dat construct van contractuele liquiditeit, dat is eigenlijk het fragiele waardoor die systeemcrisis kunnen gebeuren. Dus dat contractuele liquiditeit, banken beloven altijd onze bankrekeningen één op één om te wisselen door het fysieke geld, het contante geld. En als wij dat massaal doen, stort het systeem in. En in dit systeem zou dat niet meer bestaan. En je zou dus een veel grotere variëteit aan financiële instellingen kunnen krijgen, van kredietunies tot crowdfunding platformen tot private equity fondsen. Die kunnen naast elkaar bestaan. En dus als ik naar die digitale technologieën kijk, dan denk ik dus enerzijds die maken die digitale technologie, die digitale euro mogelijk, dat publieke digitale geld. Dat kan eigenlijk alleen maar dankzij die digitale technologie, kan het heel efficiënt worden ingericht in een publiek digitaal betaalsysteem hebben wat nagenoeg kosteloos kan werken. Maar een ander gevolg van digitalisering is dus die toename van marktliquiditeit. Het is tegenwoordig met je mobiele telefoon kun je alles verkopen en kopen. Dat was 20 of 30 jaar heel ingewikkeld, maar die marktliquiditeit die is dus heel erg toegenomen. Zowel van obligaties als aandelenmarkten die volledig zijn gedigitaliseerd, als die private cryptomunten. Die in 10 jaar tijd van $0 of naar iets meer dan $0 tot 1000 miljard of 2000 miljard dollar zijn gegroeid. Dus die marktliquiditeit is al erg toegenomen. En ik denk dus dat je competitie gaat krijgen tussen één publieke munt en van allerlei private vormen van liquiditeit. En wat je dus denk ik dankzij digitale technologieën gaat zien, is dat je die functies van geld kunt ontbundelen. Niet alleen de functies van geld, maar dus ook de functies van banken. Je kunt eigenlijk dat betalen, dat monetair en dat financiële waar risico in zit, kun je uit elkaar halen. En die functies van geld, ik kan dus zelf kiezen hoe ik mijn geld oppot. Ik kan een gedeelte laten staan in die publieke digitale euro, maar daarnaast een private vorm van liquiditeit. En indien ik in dit voorbeeld meer geld nodig heb, dan zou ik mijn obligaties van de kredietunie Den Haag kunnen verkopen voor 2.500 euro, dan heb ik 5.000 euro publiek digitaal geld en daar betaal ik dan mee. Dus in verschillende van die voorstellen, of in verschillende van die scenario's speelt de digitale euro een rol. En natuurlijk ook mensen zeggen, nou ja, op zich ben ik er niet voor, maar als die komt, dan zijn er toch wel belangrijke designkeuzes. Hier hebben toch al die experts ook wel input voor gegeven.
Dus een hele belangrijke is natuurlijk, wanneer gaan mensen het gebruiken? Wat zou een eis moeten zijn? Is dat er toch anonimiteit, transparantie en privacy, dat de anonimiteit goed geborgd is, privacy goed geborgd is. En anderzijds kun je zeggen, nou ja, voor macro-economisch beleid is misschien juist heel erg handig dat op macro- of geaggregeerd niveau dat juist transparantie is. Dat er gewoon inzicht is hoeveel geld er is, hoeveel transacties worden gedaan, dat er iedereen van kan profiteren. Dus hier speelt technologie natuurlijk een rol en wet en regelgeving, dus wie krijgt toegang tot welke data? En kunnen we met behulp van technologie anonimiteit waarborgen? Een tweede belangrijke designkeuze is die limiet op een digitale euro. Dus je kunt zeggen, nou, we doen een hele lage limiet. Dan zal het vooral een backup zijn, een systeem zijn in het geval van een crisis. Maar als je een hoge limiet zet, dan wordt het een heel serieus alternatief voor die banken. En die limiet die kan in zichzelf dus worden gebruikt ook in een transitie. Je kunt zeggen, nou, het eerste jaar mogen mensen maar 1000 euro op de rekening zetten. Dan 5000, dan 10.000, dan 20.000. En uiteindelijk is denk ik limiet een goed idee. Omdat je daarmee dus die functie van geld, ik zeg, ja, mensen mogen beperkt mogen ze geld oppotten, het publiek. Het zijn eigenlijk buffers die we met elkaar hebben in de maatschappij en daarna moeten mensen gaan investeren. En met investeren stimuleer je ook economische activiteit. Dus enerzijds die publieke veiligheid, anderzijds investeren, risico nemen, zorgen voor nieuwe economische activiteit. Dat hoort denk ik bij elkaar en zou je door middel van een limiet kunnen regelen. Dus dat monetair beleidsinstrument noem ik kort, daar zou dus de limiet kunnen zijn, maar je zou dus ook, daar gaan dus een aantal andere sessies op, je zou geld op een andere manier in omloop kunnen brengen. Bijvoorbeeld, indien er meer geld nodig blijkt in het eurogebied, plus je alle rekeningen met één. Een andere hele fundamentele vraag is inderdaad of je het nou binnen de centrale bank doet, dus de centrale bank gaat zelf deze diensten leveren, dat je het buiten zet. Dus binnen ons geld zijn we er eigenlijk wel van overtuigd dat het beter buiten de centrale bank kan worden opgezet, die digitale euro. Omdat je dan het monetaire en het toezicht eigenlijk van elkaar gaat splitsen. Dus wij denken dat het er buiten moet. De technologie, nou, daar wordt natuurlijk veel mee geëxperimenteerd wat er mogelijk is, zowel in de private sector, maar inmiddels ook in de publieke sector. Dus die technologie is heel fundamenteel. Die experimenten die lopen, sommige landen zijn verder dan andere landen. Maar met die technologie kun je dus enerzijds efficiëntie, maar dan gaat daarnaast dus ook om privacy en anonimiteit. Dan een andere designkeuze, die gaat denk ik toch ook over de digitale euro, is of we nou dat fysieke contante geld willen behouden. Enerzijds kun je natuurlijk gewoon een standaard economisch argument, het is best wel inefficiënt, het kost best veel geld. Anderzijds, en denk ik, een hele sterke argument is dat privacy is altijd geborgd bij fysiek contant geld en het is het beste backup systeem. Dus ik denk dat het belangrijk is om fysiek contant geld te behouden, maar daar is zeker niet iedereen het over eens. Een andere belangrijke die heel erg invloed zal hebben of zo'n digitale euro gebruikt gaat worden, is of het depositogarantiestelsel blijft bestaan. Dus zolang dat bestaat, hebben banken eigenlijk een bescherming. Als je gaat zeggen, nou ja, we gaan langzaam maar zeker de digitale euro introduceren en tegelijkertijd bouwen dat depositogarantiestelsel af. En dan komt er eigenlijk een veel natuurlijke stroom richting digitale euro. En ook het besef dat mensen, als ze een financiële instelling daar geld in zetten, dat er risico aan verbonden is. En hetzelfde zou je kunnen zeggen voor die functie van lender of last resort die de centrale bank vervult. Dat is een keuze of je dat in de toekomst nog wil. En een andere belangrijke vraag is dus die financiering van financiële instellingen. Dus wat mij betreft zouden ze zich sowieso met obligaties en eigen vermogen moeten mogen financieren. Maar daarnaast zou je kunnen afvragen of spaardeposito's of deposito's waar een eisen zitten, dus die niet direct opvraagbaar zijn, dat is denk ik de essentie, er moeten condities aan zitten. Dus als iedereen tegelijk komt, dan krijgt u maar een bepaalde hoeveelheid van uw geld terug. Of dat soort constructies zouden moeten mogen. Dat is een designkeuze, verschillende meningen over. Ik denk zelf dat lange termijn vreemd vermogen en eigen vermogen uiteindelijk de beste opties zullen zijn. Maar dat onder specifieke condities, bijvoorbeeld ook spaardeposito's, zouden moeten mogen. En een andere, dus ik denk uiteindelijk wat belangrijk is, is dat je uiteindelijk het monetair beleid en het toezicht op die financiële instellingen gaat splitsen. Dus als je daar in het begin eigenlijk geen rekening mee houdt, dat het uiteindelijk het doel zou moeten zijn, ik denk dat je dat nu al mee zou moeten nemen in je ontwerp. Dus dat heeft ook te maken met die accountingbasis.
binnen of buiten de centrale bank. Dus als je het er buiten gaat zetten, wordt het uiteindelijk makkelijker om het monetair beleid en toezicht te splitsen.